Ja, komt u maar. Ja, nou, ik heb een schilderij gevonden, helemaal perfect voor het matje verhaal. Het is een schilderij van Karen van der Molen. Vind ik leuk om haar naam te noemen. En het schilderij, dat vertegenwoordigt echt dit kind. Is namelijk het kind wat bevroren is vroeger in het gedrag van het matje af. Dus het kan zijn dat het kind in dit geval, van het matje af in de depressieve stand. Hè. Ze ziet er een beetje naar binnen gekeerd uit. Het kan ook zijn dat het kind de best aan het doen is. Dat weten we niet echt. Maar voor mij zit het beeld van, in iedere volwassene zit zo'n kind. Hè, zit een deel wat niet ontwikkeld is. Maar op een gegeven moment, als je dan in het leven vastloopt of geïnteresseerd raakt in jezelf, dan kun je als het ware met ons soort werk op het matje komen en dan draai je jezelf om. En wat je dan doet is, dit kind is omgedraaid en die gaat dan met het gevoel mee, met het, hoe zal ik het hier noemen? Ja, de ziel kan je het ook noemen. En die gaat eigenlijk naar het onbekende. Hè? Het witte vlak is voor mij het onbekende. En wat ik dan denk van, wat dan heel niet zo leuk is, is als je omgeving hier blijft staan. Dus dat is eigenlijk ook weer een drama. Mensheid heeft toch wel een paar drama's. Hè, stel voor, jij gaat binnen je relatie ontwikkelen en je gaat zeg maar meer je ziel, je hart volgen. En je omgeving doet dat niet. Dubbel afscheid nemen. Dat is dubbel afscheid nemen. En van dat stuk van jezelf, wat nog niet ontwikkeld was, maar ook van de mensen die daar niet in mee kunnen gaan. Maar toch is de ziel, de roep van het hart is vaak sterker. Dat mensen toch, in ieder geval als ze hier bij mij komen in mijn werk, de beweging maken naar het matje toe en gaan ontwikkelen alsnog en hun hart gaan volgen. Dus dat is het verhaal. Daar is het onbekende toch? Daar is het onbekende, ja. Kijk, het is eigenlijk gewoon weer naar buiten.